Ja, lieve vrienden, een hele, hele, hele goede middag. Mondje is weer druk bezig. Zoals jullie dat zien. Maar, oké, ik wens jullie als eerste een hele goede middag nogmaals. Bij een nieuwe, gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, eentje wil eruit. Nou, en hij is dan bezig met dat denkding. En daar gaat net mijn prinsesje op de stoel. En daar loopt hij te zemelen. En als het goed is, nee, die is daar ook. Oh, die zit daar om water te drinken. En dus, ja, ik ga een bakje koffie maken. Ik heb zin in koffie, dus ja. Wat ik net gaan doen, ik denk nee, ik zal eerst even weer even vloggen. Dus ja, vandaar. En het is heel, heel ander weer dan we de afgelopen dagen hebben gehad. Het is triest, het is echt niet zo warm meer. Ik ga zo van boven mijn vest even halen. Moet jij naar buiten, man? Oh ja, is dat zo? Nou, breng het maar. Ja, het is niet lekker. Maar ik krijg wel iedere keer vogeltjes in de tuin, ja. En dat is altijd wel leuk. Omdat ik kijk, komt er weer een merel. En nog één. En nog één. Hup, bij de pindakaas. Huppata. Ja, vechten om de pindakaas. Jongen, nog een toe. Ja, poep en verdel. Doet het ergens anders. Er is meer hoor, dan dat. Ook die bol eronder zit eten. Daar kunnen jullie bij komen, geloof ik. Of kunnen jullie er ook? Ja, jullie kunnen er wel bij, dacht ik. Jullie moeten eronder doorvliegen. Zeg jullie, zie je wel. Kunnen jullie. Ja, en kraaien, et cetera, meeuwen kunnen er niet bij. Eerst wel, maar het is mooi dichtgemaakt. Ja. Toch mooi. Kijk dan toch. Geweldig. Daar komt duifje aan, koekeroe. Ja, en die duif, die hoopt dat er wat op de grond zal vallen. Kijk, musjes. Alles heb ik hier. Zo leuk, hè? En je weg met die bal. Zo, bijzonder. Dan denk je, ja, ach, wij hebben ook vogeltjes in de tuin, maar niet iedereen heeft een tuin, niet iedereen heeft een balkon waar vogeltjes kunnen komen. Nee, je gaat nou niet naar buiten. Nee, nee. Oh, kijk, hij heeft het helemaal klaar. Hij is leeg. Nou, je bal nog, hè. Daar zit nog wat in. Ik hoor het. Ik hoor het rammelen. Ik hoor het lekker rammelen. Ik hoor het lekker rammelen. Boefie. Ja, oké, lieve vrienden. Ik zeg jullie een hele fijne middag. En tot straks. Doeg. Nou, mijn hondje die legt weer voor pampjes op de bank te kwispelen. Hij heeft net zijn bak met eten leeg. Ja, meneer moet nou aan de vlees en dan mag eerst afwennen met zijn warme maaltijd brokken, maar er geen warm water of zuur erdoorheen, nee, maar wel 200 gram, is 100 gram pinkster erdoorheen, ja. Dus vanavond weer en dat moesten we 7 dagen aanhouden, nou, we zitten geloof ik alweer op de
derde dag, ja. Dus, maar ja, oké. Het is vandaag nog steeds dezelfde dag, hè? Ja, dan daarnet. We leven op Hemelvaartsdag. Ik had net niet gezegd hoeveel, toen kwam ik net pas in mijn gedachten op. Het is nu 13:53 en het is 10 mei, Hemelvaartsdag. En ja, het is hier nog steeds triest, grijs. Dat zal toch wel blijven, maar het maakt niet uit. Ik heb plezier, want ik heb toch een heleboel gezien met vogeltjes steeds. Ja, dat vind ik wel leuk. Zo'n leuk gezicht, al die vogeltjes. Ik heb het jullie net ook al laten zien, hè. Maar oké, morgen dan hebben we het weer druk. Ik hou het lekker vandaag, lekker rustig, want ik heb ook hoofdpijn wat niet echt over wil. Komt dat mijn nek vandaan? Maar in ieder geval, morgen wordt het weer drukker, want om 12 uur moet ik bij het station wezen. Moet ik mijn mystery guest ophalen, want ik krijg morgen van een mystery guest bezoek. Ik ken hem zelf dus nog niet eens, dus ja, mysterie zoals ik weet niet wat. En natuurlijk mijn surrogaatzusje Astrid die komt, maar ook, ik krijg vandaag dus geen huishoudelijke hulp omdat er Hemelvaartsdag nu is. Maar morgen heeft ze dat gepland en dan komt er een ander. En ja, om 11:30. Ik moet om 11:30 ongeveer weg om naar het station toe te gaan. Want ik heb die rotbooster, dus ja. Lekker maar niet heus, hè. Maar doet er niet toe. Komt wel goed. En ja, die werkt toch maar 1,5 uur. Dus ja, komt wel goed. Ze moet gewoon enkel eventjes alleen blijven. Omdat ik die mystery guest op moet halen. Ja, en die kan niet alleen nog komen. Nee, dat gaat het hem niet worden. Hij wil wel gevlogd worden. Dat is allemaal... Ja, het is een hij. Hij wil wel gevlogd worden. Dus dat komt allemaal goed. Ik weet ook hoe die heet. Dat is zijn voornaam. Dat is Erwin. Maar voor de rest, ja... Mysteries! Ja. Dus het is even afwachten. Hoe en wat. Maar in ieder geval... Astrid wil dus niet gevlogd worden. Dat wisten we al. Maar ja, als het er al op komt, is het haar eigen probleem. Ja, moet ze het niet van alleen lopen. Toch? Ze weet dat ik het doe. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, ja, geniet weer van datgene wat jullie doen gaan, want met dit weer, zo donker als ik weet niet wat. Ja, de lucht is grijs, de lucht is grauw, maar de vogeltjes die komen wel weer gauw, ja, ja. Het is nou even weer rustig, net waren er een stuk of 6. En het waait best. Ja, het is helemaal niet lekker weer. Nee. Echt niet leuk. Maar ja, regen is al goed voor de tuin. Dus het mag van mij gaan regenen. Het mag van mij gaan plensen. Want ik heb gisteren heb ik ze wel water gegeven. Van mijn aardbeitjes. Die in dat eerste bakje daar zitten. Was er eentje die in klap. Ik moet water geven. Dus heb ik met gietjes maar gelopen. Want ik had geen zin om de slang uit te rollen. Want oprollen, dat is weer zo zwaar. Uitrollen is makkelijker dan oprollen. Ja, want dan hij moet op een harspan. Maar het laatste stukje, dat krijg je dan niet voor elkaar. Nee, dat lukt me dan bijna niet. Er is zoveel kracht voor nodig. Maar ja, wat doe je eraan? 2 keer niks. Nee, helaas pindakaas. Maar oké, lieve vrienden. Er gebeurt hier op mijn parkeerterrein ervoor of weer van alles en nog wat. Nou ja, oké. Niet voor jullie bestemd. In ieder geval, anders had ik hem wel even omgedraaid en naartoe gerold. Maar nee, niet voor jullie bestemd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Thank you.
Hoe mooi is dat? Ik durf de deur niet te openen, dan vlieg ik allemaal weer weg. Allemaal musjes. Leuk, hè? Ja, dat wil ik jullie gewoon niet ontnemen, hè? Het is druk hier wat dat er gaat. Het is geweldig. Hop. En een koolmeesje, geloof ik, in de bol. En die volgt niet allemaal vandaan. Helaas niet. Een vriendinnetje, tenminste een vriendinnetje. Eigenlijk, maar Chrissy, die weet het geloof ik wel, maar ja. Die ligt daar weer lekker. Oh, we zijn al dichtbij. Zo, eventjes. Met het mobiel gaat het toch makkelijker, hè? Uitzoomen, inzoomen. En dan blijft het scherp ook nog. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik ga weer verder. En ik zal zometeen medicijnen innemen, want ik heb hoofdpijn en ze zuinig ook. Doei, doei. Grote jongen. Zo'n grote jongen. Potverdikkie. Dat heet snel, die drie. Nou, die andere drie nog. Ja, toch maar goed zo. Ja. Grote jongen. Lekker, hè? Wat denk je dan? Ja, doe maar. Ja, die was al. Nou, die andere twee nog. Ja, doe maar, doe maar. Goed zo. Grote jongen. Nou, nog eentje. Nog één. Ja. Doe maar. Goed zo. Oh, valt hij eruit. Grote jongen hoor. Ja, lieve vrienden. Het is alweer 7 uur. Het is tijd om voor mij te gaan eten. Hij krijgt ook zo eventjes. Dat ik ben met mijn broertje eventjes bezig nog op Facebook. Dus ja, het komt allemaal wel weer goed. En ik zeg gewoon tegen jullie tot straks. En dan sluit ik dan gelijk af. Tot straks. Doei, doei. Zo, lieve vrienden. Mijn eten staat voor mijn neus. Hondje het al gehad. En die het hele bak weer leeg. Nou, ik. Kopje soep. En een bak met groenten en vlees. Ja, lekker, lekker, lekker. Een wijntje. En een bakje koffie erbij. Kan weer niet ontbreken bij mij. Nee. En dat is een duivie. Ja, en we vragen me niet wat voor vlees het is. Ik niet weten. Het was weer zo'n verrassingspakketje van Karin en Roderick. Ja, dus ik heb het gewoon gepakt en ontdooid. En ja, ik heb maar gebakken. Straks is het soepvlees. Nou, hebben we gebakken soepvlees. Waarom niet? Zal ook wel smaken, toch? Dus ja, lieve vrienden, dan zeg ik bij deze gelijk voor vanavond. Hele fijne avond gewenst. Met Godzegen zal het heus wel denk ik lukken. En natuurlijk voor later op de avond wel rusten, lekker slapen en gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!